zijn hier bij Per Expressie. Wat is hier gaande? Per Expressie organiseert vanavond een crewmeeting. Crewmeeting is ongeveer waar we eigenlijk het nieuwe jaar een beetje inluiden. Wat gaan we doen dit nieuwe jaar? Wat hebben we gedaan in het oude jaar? Wat zijn de nieuwe activiteiten, nieuwe kansen waar we heen gaan, nieuwe dingen die we gaan doen? Dat is een beetje wat nu vandaag hier wordt uitgetoond, als het ware. Oké, en wat voor organisatie is Per Expressie? Per Expressie is een stichting die als doelstelling heeft jonge cultuur in Amersfoort eigenlijk bevorderen, als het ware. En dat kan in de breedste zin van het woord zijn. Dus zowel een feest organiseren of een festival of bijvoorbeeld een culturele kroegentocht zoals Culture Loop. Ja. We hebben ook een eigen PETV, Per Expressie Televisie. En Per Expressie Televisie heeft nu sinds 3-4 jaar een eigen regiecaravan. Dus gewoon een kipcaravan, helemaal omgebouwd tot live regie-set. Heb ik van gehoord, inderdaad. Ja, we staan ook op Torenpop, op Stadsgeluid. Okay. Vrijenswissel Utrecht doen we dit jaar ook weer. Ja, dat zijn wel festivals waar 30.000 man in totaal komen. Waar het ook vooral leuk is om dat jongeren eigenlijk wel de kans krijgen. Want ik heb 3 jaar geleden begon ik daarmee als het ware. Maar ja, ik kon er niet eens een camera vasthouden, bij wijze van spreken. Nee, precies. Maar ja, nu, zo zie je dat ieder jaar komen er steeds weer nieuwe mensen. Die geven steeds weer de kans om op zo'n groot podium als het ware te beginnen. Dat is echt super leuk, want je ziet er mensen kijken hun ogen uit. Weet je, jonkies die als het ware bij Torenpop dan backstage staan. Ja. Die gewoon alleen van het backstage zijn al gewoon heel enthousiast worden. Precies. En we zijn nu ook bezig met de Bandbunker. Dat is ook een nieuwe, vanaf dit jaar, ik weet niet of je er al wat van hebben wij beelden van gemaakt, inderdaad. Ja. Oh, nou ja, leuk. Dat project wordt ook steeds meer af, als het ware. We hebben nu 2 oefenruimtes voor bandjes, die zijn al bijna af. Ja. Daar wordt nu ook al in geoefend. Okay. We zijn ook bezig met de bouw van de opnamestudio. Misschien straks leuk om even naar te kijken, want hij is nu al wat meer af dan dat jullie er geweest zijn. Absoluut leuk. En daar zijn we dus nu ook heel druk mee bezig. Dat is ook het nieuwe project. En ik denk dat we eind maart, begin april, dat hij wel echt klaar is. Oké, dus dan kunnen de bands er naartoe en oefenen en opnemen? Ja, oefenen kan nu al. Okay, daarna kan ook het opnemen, echte recorden, dat je ook singeltjes, EP's of wat dan ook kan opnemen. Oké, daar gaan we eens over kijken. Nou, bedankt. Ja, graag gedaan. Dan weten wij denk ik genoeg. Hoofddoel van Per Expressie is om jonge makers uit Amersfoort een podium te bieden. Dus, een jonge maker, dat is iemand die een ruimte waar hij zijn ding kan doen en kan laten zien aan mensen. Dus wij zorgen voor een ruimte en hopelijk voor publiek, waar je zelf ook een beetje voor zorgt. En dan kun je gewoon je ding doen en laten zien dat je... Ja, we zijn hier bij Caroline van Jonge Honden. Van de Jonge Honden, ja. Wat houdt de Jonge Honden precies in? Wat dat precies inhoudt is eigenlijk een beetje een soort van subgroepje van Per Expressie, die eigenlijk kleinschalige feestjes organiseert in de kelder. Dat doen we met ongeveer 5 mensen. En dan organiseren we gewoon een heel erg leuk feestje, waar iedereen mag komen met een thema. Dat doen we ook altijd. En dat is het eigenlijk. De kelder is een beroemde kroeg in de stad, of een beroemde, een bekende kroeg ja, in de stad. Ja, het is een poppodium. Ja, dus, veel jongeren. Ja. Is het geen kroeg? Nee, het is geen kroeg. Het zit bij de EEM en het is eigenlijk een poppodium. Waar ook feesten worden gegeven, maar ook concerten en zo. En ook jonge hondenfeestjes. Oké. Dus jongeren, dat is meer onder jongeren echt? Ja, dat is echt voor denk ik. Ja, klopt. Oké, dankjewel. Ja.